De afsteek- en verkoopperiode van vuurwerk is vandaag begonnen en duurt tot en met 2 januari. Voor 2018 zijn er in totaal 36 containers aan vuurwerk het land binnengekomen. Dit geeft Alton Pinas van de voorlichtingsafdeling van het Korps Brandweer Suriname aan. Pinas zegt verder dat het KBS ook dit jaar op verboden vuurwerk is gestuit tijdens de reguliere controle. Onder verboden vuurwerk wordt verstaan de harde knallers die een geluid hebben boven de 50 decibel, hetgeen zeer schadelijk is voor het gehoor. Wat voorlichting betreft zijn wij sinds gisteren de straat opgegaan, zegt Pinas. Wat voorlichting betreft zijn we sinds gisteren de straten opgegaan, dus versterkt vorm van een surveillance. We gaan de verschillende buurten in en wat een preventie betreft, wordt er een strengere vorm van preventie gedaan in de winkels samen met de politie. Het zijn opvallend, terwijl onopvallende surveillance die gedaan zal worden. We gaan meer in de kinderrijke buurten. Gisteren hebben we Richelieu aangedaan, daar komen we heen. Vandaag gaan we naar de Ringweg. En ik denk Flora en Tamen gaan we vandaag aan. De brandweer drukt de samenleving op het hart de veiligheidsmaatregelen stipt op te volgen. Dit moeten zij doen om te voorkomen dat er wederom vuurwerkslachtoffers vallen, benadrukt Pinas. 2 jaren terug hadden we 25 slachtoffers, vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Het vorig jaar hadden we, ik denk, 12 slachtoffers geregistreerd, moet het zijn, ja. En het streven is om te gaan naar nul. En ik kan u zeggen, ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen halen als we de tips van de brandweer opvolgen en luisteren wat er allemaal gezegd wordt, hoe veilig we moeten omgaan met vuurwerk. Dan kunnen we wel nul slachtoffers halen. In elk geval moeten ze kinderen niet alleen laten om vuurwerk af te schieten. De ouders moeten erbij staan, wanneer het vuurwerk wordt afgeschoten. Kindervuurwerk bestaat er niet. Ook de kleine pop-up die zo onschuldig lijkt, kan het ook kosten van zo'n kind. Ook de wonderkaars kan brandwonden veroorzaken. Dus bij het afschieten van vuurwerk, waar het kinderen zijn, hebben we graag dat de ouders erbij zijn. Vuurwerk moet verder ook afgeschoten worden met een vuurwerkbril, om het oog te beschermen, met een gestrekte arm. En wat blijkt ook vaak dat de ouders de kinderen aansteken of lucifer geven om het vuurwerk aan te maken. Het is belangrijk om dat dus te doen met een vuurwerk aansteekstokje, in de volksmond meer bekend als wierook. Ook de vuurwerksoorten die niet zijn afgeschoten, meestal aan het eind van het jaar, dan schieten we heel wat vuurwerk af. En dan heb je dat de mensen niet meteen hun perceel willen harken. Ik weet niet of het is dat de mensen moeten zien hoeveel je hebt afgeschoten. Maar het is belangrijk dat we dan het vuurwerk, dat niet is afgeschoten, alles maar in een emmer met water zetten. Ter voorkoming dat jongeren het weer gaan willen aanschieten met alle gevolgen van dien. Alton Pinas, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname. Hij sprak vanmorgen over de afsteek- en verkoopperiode van vuurwerk die vandaag is begonnen en tot en met 2 januari 2019 duurt.